We zijn terug in de studio en we gaan van start met mijn studiogasten vandaag. Dat zijn Chanelle Ramdas en Wiraisha Gayadar. Dames, welkom in de studio. Van we gaan het met jullie hebben over Who's Who in Suriname Business. Ja. En dat is een directory. Klopt. Een boek met informatie. Wie wil eerst vertellen over wat deze directory inhoudt? Oké. Oké, de Who's Who in Suriname Business is dus een partnerschap tussen Creative Tech of Caribbean en Action Invest Guyana. Mm-hmm. En dus het is een directory voor bedrijven in Suriname, ook van het buitenland, die kunnen adverteren, dus advertentie kunnen plaatsen. En het is meer, dus men kan het beschouwen als eigenlijk als een tool om je bedrijf te promoten, maar ook om in contact te komen met andere businesses. Yeah. Want, Dus zou je zeggen dat die directory in eerste instantie bedoeld is voor bedrijven onderling of ook voor de consument om kennis te maken met het bedrijf? Ja, dus voor het heel publiek, dus consument, bedrijven. Dus want onze advertenties zijn anders dan andere advertentiebladen, want bijvoorbeeld onze advertenties hebben een stukje over het bedrijf, waarover het bedrijf precies gaat, dus visie, missie. Je kan gelijk zien wie de key players zijn van het bedrijf en de contactgegevens. Want stel dat iemand hier naar Suriname komt en op zoek is naar een potentiële investeerder, dan kan je in zo'n directory in één oogopslag gelijk zien met wie je in zee kan gaan. Oké, en jullie hebben de eerste editie al uitgebracht. Ja. Wanneer is die uitgekomen? 27 januari. En nu kijken jullie al naar een tweede editie. Ja. Maar hoe is het gegaan bij de eerste editie? Hoe heeft het bedrijfsleven daarop gereageerd? Het is de eerste lancering was succesvol. Ook een aanvulling te geven op dat van Wiraisha. De bedrijven zijn dus gecategoriseerd in 14 sectoren. Dus je bedrijf valt dus onder de sector. Maar ook voor bedrijven in Suriname, want Suriname is klein, maar er komen heel veel bedrijven voor in Suriname en de meeste Surinamers kennen bepaalde bedrijven ook niet. Dus dit is dus dan een handige tool om veel meer te weten over wat Suriname eigenlijk kan aan business. Ja. En jullie hadden ook, je zei iets over Guyana. Klopt. Er komen ook Guyanese bedrijven erin voor? Ja, dus behalve van Suriname ook van het buitenland. Dus we hebben ook Guyanese bedrijven. En welke andere landen, los van Guyana? Dus we kunnen ook van Trinidad bedrijven hebben, maar voor nu hebben we alleen van Suriname en Guyana. Ja. Maar we willen sowieso uitbreiden naar verschillende landen. Ja. En hoe is er daarop gereageerd door het bedrijfsleven? Want stel me zo voor, misschien heb je aantallen, hoeveel bedrijven hebben daarop gereageerd? Hoeveel bedrijven hebben gezegd, ik wil in zo'n directory voorkomen? Weet jullie hoeveel procent dat is van het bedrijfsleven in Suriname? Ja, dus voor de eerste editie hadden we 50 of 51 bedrijven in onze directory. En we hebben sinds na onze launch hebben we dan veel meer, er is meer vraag om te adverteren. Dus mensen zijn meer geïnteresseerd om advertenties niet te plaatsen en het gaat wel hard nu. Ja. Want we zijn nu heel erg druk bezig met de sales voor de volgende editie. Ja. En hoe heeft het publiek daarop gereageerd, de consument? Is er veel vraag naar ontstaan? Ja, dus bedrijven hebben ook positief gereageerd daarop. Na onze eerste lancering zijn er dus ook bedrijven geweest die gezegd hebben dat ze spijt hebben dat ze zich niet op tijd hadden geregistreerd. Ja. Want er is dus een deadline en als je dus als de deadline er voorbij is, dan kan je dus niet meer registreren. Mm-hmm. En er zijn dus ook bedrijven geweest die gezegd hebben dat ze spijt hebben. Ja, dus wij nemen aan dat de eerste lancering succesvol is geweest. Er waren tijdens de lancering ook, zowel de privésector was aanwezig, maar ook de publieke sector. Ja. En ze hebben dus de directory heel erg positief ontvangen. Ja. Oké, en nu, voor de mensen die dat gemist hebben de eerste keer, hebben jullie nu een tweede kans, want een tweede editie zal uitkomen. Ja. Wat moeten bedrijven doen om in zo'n directory te verschijnen? Ja, dus de Who's Who in Suriname heeft een Facebook-page en een LinkedIn-page. En ze kunnen dan daar, stel ze hebben vragen, kunnen ze daar hun vragen stellen en we beantwoorden die daar. En ze kunnen ook rechtstreeks op de whoswho.sr website gaan. En hebben ze daar gelijk alle informatie die ze nodig hebben. Dus de media kit met alle prijzen zijn daar aangegeven. En er is ook een form die ze kunnen invullen om te registreren. En wanneer is de deadline voor de tweede?
20 september kan je dus tot 20 september registreren en de deadline voor het aanleveren van content is 20 oktober. Yes. Ja. En je zegt content, wat voor content zou dat moeten zijn? Dat moeten foto's van het bedrijf zijn of de advertenties. Van de producten? Ja, dus we hebben verschillende packages. Mm-hmm. En we hebben bijvoorbeeld website only package. Dat is alleen dat bedrijven op de website terechtkomen. Ja. En dat is $120. En dan heb je ook gewoon een package wat je in onze directory kan adverteren. Dat is bijvoorbeeld vanaf een business card formaat, dat is $250. Ja. Dan heb je ook quart page, half page, full page. Dus mensen kunnen dan daaruit kiezen wat ze willen. Oké, en voor de mensen die het nog niet hebben ingezien, zou je een voorstelling kunnen maken over wat ze kunnen verwachten aan informatie in zo'n directory? Hoe ziet zoiets eruit? Wat van het bedrijf staat erin? Dus eigenlijk alles over jouw bedrijf kan erin voorkomen, maar vooral je contactgegevens. En wij adviseren bedrijven ook om hun personeel in zo'n directory te plaatsen, zodat als iemand dus in zee wilt gaan met je bedrijf, dan weten ze precies wie ze moeten contacten. Dus dat adviseren wij ook aan bedrijven. Oké. Okay. Ja. En 20 september is de deadline. Yes. Hoe gaat het nu met het werven van bedrijven? Het is heel erg druk, want ik ben elke dag bezig met mensen die registreren, mensen die vragen hebben op de Facebook-page, LinkedIn-page. Het gaat heel hard. De registraties waren gesteld op 31 augustus, maar we hebben het verschoven, want er komt steeds vraag naar binnen. Dus nu is het tot 20 september, dus ik zou het bedrijf zeggen om snel te registreren. Oké, en voor de mensen, de bedrijven, de consumenten die zo een directory willen bemachtigen, waar kunnen zij terecht? Bij ons op kantoor, je kan dus zo'n directory gratis ophalen van maandag tot vrijdag van 8 tot 4. En het is geheel gratis. Oh, dus jullie geven dit gratis weg eigenlijk? Ja. We distribueren het ook aan grote bedrijven, aan de verschillende ministeries. Het is ook te zien op de ambassade. Ja. En het wordt ook gedistribueerd in Trinidad en in Guyana. Okay. Yes. En ik denk dat ik daarmee alle praktische informatie heb gehad. Is er nog iets dat jullie wensen toe te voegen eraan voordat we eruit gaan? Ja, dus we zouden adviseren om je dus zo snel mogelijk te registreren voor zo'n directory. Omdat we dus ook gevallen hebben gehad bij de eerste editie dat mensen op het laatste moment wachten. En meestal op het laatste moment kunnen wij dus niet het ontwerp designen. Maar dat is ook wat we doen, maar daar komen er additionele kosten erbij. Oké, dus het bedrijf kunnen ook zeggen, wij hebben geen ontwerp, we hebben wel foto's van mijn bedrijf, van mijn producten, van noem maar op. Kunnen jullie dat voor me ontwerpen? Yes. Oké. Okay. Laatste vraag, daarmee gaan we eruit. Waarom zouden jullie tegen bedrijven zeggen, het is belangrijk dat je hierin laat plaatsen? Het is meer ook voor je branding van je bedrijf, zodat mensen weten wie je bent, wat je doet en ook je contactgegevens. Ja, want zoals ik al zei, je kan in één oogopslag zien. Je kan zien wie de potentiële investeerders zijn, de klanten, partners met wie je in zee kan gaan. Yes. En aan de hand van een advertentie kan je dan zien wie de mensen zijn en waarover het bedrijf gaat. Yes. Dat is duidelijk. Dames en heren, wil ik jullie bedanken voor jullie komst naar de studio en veel succes toewensen met de tweede editie. Yes, dank u wel. En dat waren dus mijn studio gasten vandaag over de Who's Who in Suriname Business. En u heeft het gehoord, de tweede editie die zal uitkomen en er is een deadline gesteld om te registreren. We gaan hiermee eruit. Het is woensdag, dus onze eerstvolgende aflevering is morgen. Ik wens u een prettige middag toe en veel kijkplezier hier op kanaal 4. Goedemiddag.